Bam, 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 bam. Hallo kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Ah, we gaan vandaag weer Fortnite spelen en er is een update. En wat is die update dan? Dit is een kampvuur stond er ofzo. Dus we gaan even kijken of we kampvuur kunnen vinden. Ik heb mijn landing zoals gewoonlijk weer perfect ingeschat. Zoals je kan zien ben ik precies geland waar ik wilde landen. Totaal Jiro. Absoluut perfect. Maar ik ben zo benieuwd of ze een kampvuur, dat kampvuur werkt. Of je dat moet plaatsen of dat gewoon ergens ligt en wat het doet. Is het gewoon mooi of zo? Of is het ook echt een functie? Ik weet het niet. We gaan erachter komen. Eerst moeten we de deur open doen, anders kunnen we er nooit achter komen. Ah, kampvuur. Volgens mij hoor ik een trap. Ik hoor iemand. Laat Enki met rust. Zoals vorige episode. Leeft Enki in vrede en harmonie. Mag dat nog een keer? Alsjeblieft. Hallo? Is er niemand? Verbeeldde ik het me dan? Echt? Ik dacht echt dat ik iemand hoorde, kijkers. Maar blijkbaar is dus gewoon niet. Die verbeeldt zich weer gewoon dingen. Stomme Henkie toch ook? Je bent ook weer stom. Maar goed, we gaan gewoon zoeken. Ik dacht dat ik iemand een trap hoorde plaatsen, maar... Ik was gewoon, denk ik, ik weet niet wat ik hoorde. Ik heb echt geen idee meer, kijkers. Oké, wacht. Hallo. Wat hebben wij allemaal voor loot? Is... Wat hoor ik telkens? Wacht. Oh, ik heb mijn koptelefoon gewoon verkeerd om. Ik snap hem al. Voor jullie klonk het heel normaal, kijkers. Maar ik had mijn koptelefoon verkeerd om aanstaan. Waardoor het net leek alsof er rechts geluiden waren, links geluiden waren. Ik ben ook zo stom af en toe. Maar kijk, een sniper. Neem even die en neem maar die. Weet je? En doen we zo. Hoppakee. Tadaa. Vorige keer waren we ook goed met de sniper. Maar geen kampvuur. Ik wil een kampvuur hebben. Dan moeten we maar farmen. Dan word ik maar boer. Bam. 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 Zo. Nu zijn we een boer geweest. Oké. Ik weet dat daar links ook een goede loot is. Als het dan niet geloot is dan. Anders dan, ligt er geen loot meer. Nee, dat is een beetje logisch. Maar we gaan kijken. Hoe is het trouwens weer met iedereen zijn school? Want school en werk ligt eraan hoe oud je bent. Als je nou school of werk hebt. Maar allebei is het weer gestart, hè? Gewoon weer werken. Ik vind school. Ik heb ook zelf school. Dat was ik niet. Ik werk aan autootjes. Maar Max heeft weer school. Ja, die moet alleen maar weer naar school nu. Piem. Piem. Niks? Oké. Oké, hallo? Henkie is hier. Ik wil een kampvuur hebben. Niks minder. Dat is weer een spreekgezegde. Hoppakee. Een spraakfunctie is dat weer. Hoppakee, hallo? Een kampvuur? Ja? Nee. Kom op nou. Geef mij een kampvuur. Anders is het veel minder leuk. Wij willen zien hoe zo'n kampvuurtje werkt. En enemies vinden natuurlijk het, anders hebben we er al helemaal niks aan. Enemies. Enemies. Waar zijn jullie? Jotem. Ik heb nootbeskuitkoekjes. Ik ga ze niet geven voor jongens. Oh, het heeft geholpen. Van waar? Oh, ze willen mijn nootbeskuit. Ga weg, nee. Ga weg. Wie wil hem pakken? Wil jij hem pakken? Bam! Ha! Wow! 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 Ga blijven! Iedereen wilde mijn nootmuskaatkoekjes stelen. Nee! Als er iets is wat ik niet meer ga doen, is het wel mijn nootmuskaatkoekjes uitlenen. Dus ik vroeg erom en iedereen een film aan. Stom spel. Helemaal niet meer leuk. Oké, we zijn wel weer iets nieuws gestart. Want je wilde allemaal mijn nootmuskaatkoekjes stelen. Jongen, jongen. Nou, kijk wat we hier hebben. Shotgun. Ah, dat is wel fijn.
Ah. Oké, okay, ik zag hier ook een enemy. Kijk. Nee, nee. Vrede! Vrede! Ik vroeg nog om vrede, stommers. Maar je wilde helemaal geen vrede. Ja, nou, dan doen we er ook niks meer aan, hoor. Jongen, jongen. Nou, wat hebben we nog meer? Kijk, als je nou die had gepakt, had je veel beter mee kunnen killen. Stommerik. Nu niet. Kijk, groene is veel beter. Dat zijn stomme pistooltje. Oh jee. Wow! Wow! Nee, gedood! Nee, oh, ik heb hem! Ha! Stommerd! Ah, oh, dat scheelde zo weinig. Ga weg, iedereen. Ik heb geen bandages. Ah. Ah. Hoe doe ik dit nou, kijk eens. Ik heb geen bandages of zo. We hebben health nodig, anders gaan we dood. Dan ga je daar kijken, oké? Let op. Misschien is hier wel bandages. Oh jee. Nou weet je, ik ook al geschoten. Doen we maar niet. We gaan eerst even levens zoeken, want ik heb bandages nodig of een medkit. Ah, want als ik die heb, dan kan ik gewoon weer lekker vol HP zijn. Althans, een medkit wel, mijn bandages niet, maar dan heb ik ook gewoon weer meer levens. Ah, oh, misschien hier al. Dit is nog wel eens goed van pas kunnen komen. Daarboven ook. Maar nee, misschien is er al iemand geland. Geen idee. Wat ik weet, is dat ik hier naar binnen ga. Veilig gaan zitten. Hallo? En geen dinges heb. Ja. Wat? Wat? Dit is mijn wapen. Ik word non-stop alleen maar beroofd. Dan heb ik weer goed wapen. Kom ik net uit de deur lopen en ik kill die man. Ja, hij is toch gewoon beroofd. Dat mag toch helemaal niet, kijkers. Meteen non-stop beroofd. Gewoon alleen maar beroofd. Was druk bij de pinhammer. Je bent gewoon gepunt. Oh, die mag niet meer Fortnite spelen. Ik denk dat hij aan het hacken was dan. Maar goed, we gaan het in ieder geval nog een keer proberen. Want we hebben hier een bezoek van iemand anders. Maar ik ga hier in landen. Ta-da-da. Stommert. Hoppakee. Hoppakee. Waar landen die? Hallo? Enemy! Hier is een henkie voor je. Met een shotgun en veel pret. Aha! 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 Oké, wacht. Er moet meer zijn. Het huis is gehakt, dus er moet iemand zijn. Kan niet anders zijn. Het kan niet deze zijn, want deze is alleen maar een shield potion. Het kan nooit hetzelfde persoon zijn geweest. Ja, kijk, ik zag hem lopen. Let op. Hij komt van achter. Komt-ie. Komt-ie.